Mag ik, Rina, waar ben je? Mag ik Rina Joosten Rabouw vragen erbij te komen? Rina, jij werkt ook op een heel innovatieve manier met technologie. Je hebt in China een bedrijf opgericht, dat heet Seedlink. Vertel wat Seedlink doet. Seedlink voorspelt eigenlijk menselijk gedrag op basis van taalgebruik. Dus het mooie van taal is dat het eigenlijk onbewust in je hersenen wordt aangemaakt. En al in de jaren 80 is er gedocumenteerd dat taal eigenlijk een afspiegeling is van wie je bent. Dus het mooie is dat we, omdat we ons er niet bewust van zijn, er allerlei informatie in taal zit over onze persoonlijkheid, ons gedrag of onze persoonlijke voorkeuren. En dat is wat we doen. En we zijn eigenlijk begonnen om dat toe te passen in het vakgebied waar Kurt het net over had, namelijk in HR. Om mensen te helpen om betere beslissingen te nemen over wie ze moeten aannemen en wie op welke baan het beste past. Hoe kan ik weten aan de hand van iemands taalgebruik, bedoel je of iemand bekakt praat of er is een tafel naast je, Rina? Ja. Wat is er zo speciaal aan hoe iemand taal gebruikt, waardoor ik als werkgever weet wie ik hebben wil? Het belangrijkste is eigenlijk dat we eerst kijken naar hoe mensen spreken of wat voor taalgebruik ze hebben in bepaalde functies, dus binnen een bedrijf zelf. En het beste voorbeeld dat ik meestal geef om aan te duiden wat er zit in taal, is het voorbeeld, ik werk dus in een heel internationaal team en ik heb een Britse CTO, iemand die heel technisch is, en een Amerikaanse CEO. En als beide zeggen, mijn CEO zegt dan, I love movies. En dan zegt Simon, dat is onze Britse CTO, die zegt, I like films. En op het eerste gezicht is dat hetzelfde voor ons. Maar als je eigenlijk naar sentimentanalyse gaat kijken, zie je dat love is echt een heel extrovert woord. Er zit heel veel energie in. Maar in like zit, is meer conservatief, meer... Ja, er zit minder emotie in. En films is echt een Brits woord. En movies is een Amerikaans woord. Dus ondanks maar, dat het aan Rina, leert dat ons meer over dat Amerikanen altijd over de top zijn met I love movies? Of en de Britten wat cooler van expressie zijn? Of leert het ons iets over de persoon? Nee, het leert iets over de persoon. Dus wat je gaat doen is, nu nemen we mensen aan vaak op basis van een cv. Nou, we weten allemaal dat een cv representeert wat wij willen dat andere mensen over ons lezen. Er zit ook statistisch, ik ben van de wetenschap, geen enkele correlatie tussen wat mensen in een cv zetten en hoe succesvol ze in een baan gaan zijn. Dus als je zou gaan bestuderen wat tot succes leidt, bijvoorbeeld in onze organisatie, zonder te kijken naar hele simpele dingen als waar heb je gestudeerd, wat voor baanervaring heb je, maar op onbewust niveau, dus naar de gedragskenmerken van deze mensen, dan bestuderen we dus hun taal. En dat is niet iets wat ik doe, maar daar hebben we dus een machine voor geprogrammeerd, die echt op diep niveau kan kijken, wat hebben nou al die mensen in overeenstemming in hun taalgebruik? En daar kunnen we dan vervolgens nieuwe mensen tegen afzetten. Dus dat is echt een grote verzameling big data van taalgebruik waaruit bepaalde gemene delers ontstaan, begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een soort van piramide waarin we allerlei, eerst soort van extern allerlei correlaties hebben gedocumenteerd tussen woorden, documenten, mensen. En wat je eigenlijk vooral wil doen is vervolgens eigenlijk op microniveau bestuderen wat is het nou in teams wat mensen overeenkomstig hebben dat tot succes leidt. En dat is eigenlijk een beetje de top van de piramide. Dus je gaat eigenlijk eerst in organisaties zoeken naar wat hebben die mensen nou, nogmaals op een onbewust niveau, gemeenschappelijk. Dus dat is je basis, waar je dan een nieuwe sollicitant aan tegen kan spiegelen. Ja, of iemand intern in je organisatie. We hadden het net over dat 65%, ik heb 4 kleine kinderen op de lagere school, die worden inderdaad opgeleid voor banen die nu niet bestaan. Dus heel veel bedrijven worstelen ook met, ik heb een hele grote groep aan medewerkers die nu in een bepaalde baan zitten, maar hoe verhoudt zich dat nu naar de banen van de toekomst? En hoe kan ik hen helpen om een nieuwe keuze te maken op beroepen van de toekomst? Dus, ja. Want een van de werkgevers zouden dan idealiter moeten investeren in de
laagst geschoolde banen, de laagst betaalde banen, zoals inpakkers, de dull and dirty work. Maar zijn werkgevers dan bereid in die mensen te investeren? Werkgevers zullen eerder investeren in hoogopgeleide medewerkers, toch? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat heel veel bedrijven met wie wij nu spreken kijken naar, ook naar mensen die, ja, als je het hebt over laag opgeleide banen, om te kijken hoe kunnen we die mensen nou helpen. Want je hebt ook een sociale verplichting, vind ik. We horen nu heel veel over banken die allerlei mensen laten gaan. Maar eigenlijk zou je ook kunnen kijken waar kunnen deze mensen wel een bijdrage leveren? Want het zijn allemaal talenten. Alleen we hebben eigenlijk geen inzicht nu in waar ze dat kunnen doen. Dat is wat we proberen te bereiken eigenlijk. En dat taalgebruik helpt ons dat inzicht te verwerven? Ja, want je ziet nu bijvoorbeeld het alternatief is. Ik weet niet, waarschijnlijk heeft iedereen hier in de zaal wel eens een persoonlijkheidstest gedaan of een assessment center. En ik geef altijd het voorbeeld. 3 weken geleden zat ik op kantoor en toen stuurde mij, ik heb 2 jongere broers. En Bart stuurde mij een berichtje en die zei tegen mij in het Engels: Do you think I'm more friendly or fun? Dus toen schreef ik terug, nou, I think neither. maar toen vroeg ik erachteraan, waarom stel je mij die vraag? En toen vertelde hij dus dat hij in een persoonlijkheidstest zat voor een nieuwe baan. Nou, uiteindelijk heb ik die test voor hem gedaan. En dat is natuurlijk een beetje het probleem van deze methodologieën. Dat het dus, je kan het gamen. Je kan eigenlijk het anders invullen dan je werkelijk bent. En datzelfde geldt als jij een psycholoog ontmoet. In een assessment center, ja, ik gedraag me anders als iemand mij bekijkt dan dat je mij om 6:00 a.m. met 4 rondrennende kinderen aan de keukentafel treft. En dat is waarschijnlijk meer een representant van wie ik ben dan als ik tegenover die psycholoog zit. Ik vind het heel grappig dat je dat zegt, omdat ik zit ook de hele tijd al te denken van, gaan mensen dit systeem dan ook proberen te gamen door dus, ja, als ik stratenbrei wil worden, dan moet ik op een bepaalde manier, ja, ik weet niet, me gaan uiten en het zou, voorzien jullie dat? Nou, het is, ik zou niet durven zeggen dat het niet te gamen is, maar het is natuurlijk een vrij complex systeem waarbij het niet alleen maar gaat over bepaalde keywords die ik uitspreek. Dus het gaat over wat voor zinsopbouw heb ik, wat voor type woordkeuze maak ik. Dus als ik een vrij agressieve persoonlijkheid heb, zal ik andere woorden gebruiken zonder dat ik me daar zelf van bewust ben dan iemand die dat niet is. En nogmaals, ik denk dat het uitgangspunt niet moet zijn van, oh ja, ik wil per se die baan hebben. Het gaat om waar pas jij het beste. Dus de vraag is ook, moet je het willen gamen? Is het niet veel interessant om eigenlijk te weten als individu, waar ga ik succesvol zijn? En waarom ben je eigenlijk Seedlink in China begonnen? Nou ja, ik was er bij toeval. We zijn elkaar bij toeval daar tegengekomen. Eigenlijk de mensen met wie ik dit bedrijf gestart ben. Het voordeel in China is wel, ik ben nu eigenlijk net terug na 7 jaar. Ik woon nu weer 4 maanden in Nederland. Ik zit nog in een soort van halve culture shock. Maar het leuke in China is wel dat het een beetje, ik heb het eerder genoemd in media, ik vind het echt het laboratorium van de wereld. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat bedrijven ontzettend openstaan om te experimenteren met nieuwe technologie. Je moet je voorstellen, toen we dit idee hadden, toen ben ik op heel veel deuren gaan kloppen van grote bedrijven. En ik kreeg heel vaak 0 op mijn request. Van, nou, ga het eerst maar ergens anders proberen. En als het werkt, kom maar terug. Totdat L'Oréal, dat was natuurlijk de Franse cosmetica bedrijf, zei tegen ons van, nou weet je, hier heb je wat geld, ga het maar bouwen. We voelen intuïtief aan dat we mensen over het hoofd zien in onze selectieprocedure. En je moet je voorstellen, in China is het net iets anders dan hier. Daar ontvingen ze iets van 30.000 sollicitanten op voor 30 functies of zo. Maar wat er in de realiteit gebeurt, en dat doen we allemaal, we kijken dus naar hele simpele criteria. Oh, waar heb je gestudeerd? Heb je werkervaring? Heb je, in dit geval ging het over jonge mensen, een internship gedaan met onze concurrent? Terwijl er nogmaals wetenschappelijk geen enkele succesformule in die criteria zit. En het grappige is, we hebben dat toegepast. De BBC heeft dat trouwens gevolgd, heel grappig. En daar is een meisje uitgekomen, die heette Laurel Sun. Die scoorde nummer 1 in het algoritme, is door allerlei vraaggesprekken daarna gegaan, is aangenomen. En toen wij vorig jaar hier ons hoofdkantoor hebben gevestigd vanuit China, toen hebben we dat gevierd met onze eerste klanten. En daar was zij ook. Ze werkt nog steeds bij L'Oréal en ze vertelde
dat het haar leven had veranderd. Omdat ze zei, ik ben uiteindelijk afgestudeerd op een tweede rangs, zoals dat in China wordt genoemd, tweede rangs universiteit. Ik ben een jurist van origine. En ze is nu een van de high performers in e-commerce. En dat is, weet je, waarom ik om 6 uur 's ochtends opsta om hier aan te werken. Omdat ik denk dat we veel mensen over het hoofd zien die een fantastisch talent zijn. En hoe doe je dat met taal? Want ik kan me voorstellen dat de database die je in het Chinees moet verzamelen, dat is al een heidens karwei. En je hebt nu ook kantoor in Nederland. En volgens mij heb je ook een kantoor in Amerika. Alleen al die databases verzamelen en dan nog de software om een sollicitant door die database te trekken om te weten waar die het beste past. Hoe doe je dat? Nou, door heel hard te werken. Misschien moeten we daar een robot mee voor inzetten. Nou ja, kijk, de basis van taal en ook de basis van die algoritmes is hetzelfde. Je moet alleen kijken naar de dictionaries, dus zeg maar de bibliotheken van documenten en taal die je moet opbouwen. Dus dat is één. En het tweede wat belangrijk is dat we ook werken met bedrijven die ons binnen laten kijken. Dus die zeggen van, we willen ook dat algoritme trainen op basis van mensen die nu al voor ons werken. Om echt betere voorspellingen te maken. Dus dat is heel belangrijk. En dat is hoe we het doen, eigenlijk in samenwerking met die bedrijven. En Koert, kun jij met... Nou ja, ik zit ook meteen te kijken over hoe je dat dan traint. Want zeker in Amerika heb je nu al die praatpalen in huizen van mensen. Hè? Dat mensen steeds meer opdrachten aan het geven zijn. De Alexa's en zo. Ja, en de HomePod en de spraakgestuurde interfaces. Dus als wij dit allemaal gaan doen en de hele dag tegen die computers praten, dan hoef je alleen nog maar te weten wat dan mijn beroep is. En dan kun je waanzinnige profielen samenstellen over hoe beroepen verband houden met een bepaald spraakprofiel, stel ik me zo voor. Ja, zover zijn we nog niet. Ik denk dat het belangrijk is in het trainen van machine learning algoritmes, is ook de training set. Dus ik geef vaak het voorbeeld van, weet je, soms zeggen mensen, ja, weet je, die algoritmes, dat is echt het halleluja, dat is de toekomst. Maar er zitten natuurlijk ook wel wat limitaties aan. Dus een van de voorbeelden is Google Docs, hè, waar je foto's in opslaat. En er was op een gegeven moment een case van een Afrikaans-Amerikaanse dame, die had haar foto's daar opgeslagen. En wat Google Docs doet, is het labelt zeg maar die foto's, het rubriceert het. En ineens stond er gorilla op een foto van haar met haar vriend. En dat is, vind ik, een voorbeeld van de belangrijkheid van, je hebt niet alleen maar taalgebruik nodig, maar je hebt ook labels nodig om de machine te leren van, waar moet ik nou eigenlijk naar zoeken in die groepen van mensen? En dat is super belangrijk in machine learning. Als we kijken naar hoe wij zelf ons verhouden tot zichtbare technologie. Een van de voorbeelden die Josje Verbeten van de Robot Academy had willen inbrengen, als ze niet met griep in bed had gelegen, was de introductie van robots als de Elfie. Dat is een receptioniste bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. En het is de bedoeling dat mensen zich eerst bij Elfie melden en dat Elfie dan het werk verdeelt. Er is ook een robot op Schiphol, dat heet Annie Trash. Waarbij Annie je aanspoort om je vuilnis inderdaad, net zoals bij de Eftelingen. Bollebolle grijs, ja. Ja, precies. Papier hier. Is dit de manier waarop wij vertrouwd zullen raken met technologie en een beetje onze angst verliezen? Koert? Ja, ik denk het wel. En in die zin zijn we ook niet helemaal naïef. Hè? Omdat in de afgelopen decennia zijn er ook langzaam steeds dingen in ons leven gecijpeld waarvan je in het begin dacht van, goh, wat raar, heb ik het nodig? En ja, 10 jaar later wil je je huis niet meer verlaten zonder de mobiele telefoon. Omdat die onderdeel is geworden van je identiteit en je levensstijl. Ik denk dat we nog wel veel meer bewust kunnen worden van hoe nieuwe technologie eigenlijk in ons leven binnen sijpelt. En wat ook de checks en balances zijn om te bepalen, ja, welke technologieën we eigenlijk wel en niet willen. En wat ze uiteindelijk ook met ons doen. Maar vooral door het te doen en te proberen. Dat is toch de enige manier, denk ik, om ook goed te bepalen wat je wel en niet wil. Deze week voor mijn Tracy TV over die tentoonstelling over design uit Californië heb ik gesproken met de samensteller. En die zegt, we stonden bij de Waymo, hè, de self-driving car van Google. En hij zegt, misschien is die auto juist zo schattig gemaakt
om die angst te proberen weg te nemen. Nou is er net deze week een dodelijk ongeluk in Arizona geweest. Dus het heeft niet helemaal geholpen. Dat was een Volvo, geloof ik, hè? Volgens mij was het een Waymo. Ja, okay. Oh, we hebben allebei gelijk. Dankjewel. Ja. Het was niet van Google, nee, het was Uber. Shit. Dus het lijkt over elke dag weer iets anders gebeurt, waardoor we meer angst hebben en weer minder. En die verhouding tot technologie die we niet zien, daar koesteren we al een groot wantrouwen tegen. Hè? Ook door alle toestanden met Facebook nu en Cambridge Analytica. Maar ook de zichtbare technologie zet ons steeds weer op het verkeerde been. Doe eens ruig. Doe eens een voorspelling over waar staan we over 5 of 10 jaar, Rina? Nee, helemaal vergroeid? Nou, dat zou kunnen, ja. Er zijn natuurlijk mensen, die futuristen, die voorspellen dat we over, dat gaat over 200 jaar, dat we of niet meer bestaan, of dat we allemaal op het strand liggen en aan het gamen zijn, omdat we 80% of onder de zeespiegel. Ja, niet meer economisch relevant zijn. Dus dat is de negatieve voorspellen. Ik denk dat het, weet je, we staan echt nog wel aan het begin, even gewoon als we kijken naar de wetenschap, wel aan het begin van deze periode. En het gaat natuurlijk heel hard. Maar ik denk niet dat we al zover zijn dat machines mensen totaal gaan vervangen. Ik geloof heel erg in het beeld waarin dingen hand in hand gaan. En de angst is toch iets wat met de tijd, denk ik. Je zult altijd mensen hebben die naar dingen kijken vanuit, nou, dat ga ik als eerste proberen en daar ben ik bij. En je hebt mensen die totaal, weet je, de kat uit de boom kijken. En dat zul je ook altijd houden. Maar dat zal met de tijd, wordt dat altijd minder. Omdat het op een gegeven moment iets gewoons wordt. En ik denk dat we ook veel, als mensen, veel vergevingsgezinder zijn naar mensen dan naar machines. En dat zie je dus met zo'n ongeluk. Weet je, er moet één ongeluk gebeuren en we stappen niet meer in een zelfrijdende auto. En dat zal, terwijl op de fiets die ik in Shanghai aflegde van mijn huis naar kantoor, ik elke dag wel ongelukken zag op de weg, weet je wel? Miljoenen mensen overlijden in het verkeer omdat menselijke chauffeurs fouten maken. En dat is geen nieuws, omdat het juist een continu gegeven is in ons leven. Maar ja, die zelfrijdende auto, die heeft het nog een keer mis. Maar hij gaat uiteindelijk toch wel heel veel beter rijden dan mensen. Omdat wij mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in autorijden. En hetzelfde geldt voor het aannemen van mensen. Kijk, ze kunnen zeggen, vinden we het eng dat een algoritme bepaalt of ik word aangenomen? Kijk, uiteindelijk is het een mens die nog beslist. Maar een mens is heel slecht in statistiek. Wij kunnen niet de toekomst voorspellen. Ik had toen straks, voordat ik hier naartoe kwam, een interview met een kandidaat voor een van de functies die wij in Amerika hebben. En die man, die is dus 47 jaar oud, die heeft zijn halve leven bij een heel groot bedrijf gewerkt. Hij zegt, ik vind het zo bijzonder dat ik ben uitgenodigd voor een interview. En toen zei ik, goh, waarom? Hij zegt, nou, ik word al heel vaak gelabeld vanuit, ik zit in een bepaalde industrie, daar kom ik niet meer uit. En te oud. En te oud. En hij kwam ook nog eens uit Zuid-Afrika. Weet je, dus ik word ook nog eens afgerekend op mijn achternaam, word ik niet op uitgenodigd. En deze meneer scoorde dus heel hoog in ons algoritme. En ik zei, ja, het enige wat ik in dit gesprek kan doen is beoordelen of ik jou aardig vind. Dat kunnen mensen meteen. Maar statistisch voorspellen of iemand succesvol gaat zijn is ontzettend lastig. En dan heb ik liever een algoritme die dat bepaalt. En die zonder vooroordelen naar mij kijkt. Dan dat ik een mens tegenover me heb die misschien net die ochtend ruzie gehad heeft met zijn vrouw. En denkt van, nou, dat meisje, dat zal wel leven. Denk je dat die algoritmes niet ook hun eigen vooroordelen zullen ontwikkelen? Die algoritmes komen ergens vandaan. Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Er zijn mensen die zeggen, ja, het is zo biased als dat mensen bouwen. Nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat we datasets gebruiken. Ik geloof ook niet dat het big data is. Ik geloof dat er een optimum is aan data die je kunt gebruiken om dat alles wat je daarboven doet niet heel veel meer statistisch bijdraagt. Dus ik denk dat het vooral gaat over het toevoegen van datasets die divers zijn. Hè, die ook een representant zijn van iets wat je probeert te meten. Dat super belangrijk is. En dat, ja, als je het afzet tot wat we nu zien, even als bewijsstukken.
Zo'n L'Oréal bijvoorbeeld, die heeft nu 40% hogere diversiteit in zijn aanname. Dus dat geeft wel aan, even ten opzichte. Ik vergelijk het altijd met de werkelijkheid van nu. Het is niet perfect. En dus dat moeten we ook niet nastreven. Het zal nooit perfect zijn, maar wat hebben we nu? En hoe doen we dit nu? En daar zitten ook wel wat weeffoutjes in, denk ik. Ja. Nou, ik vind het allebei fascinerende voorbeelden van een toekomst die nauwelijks toekomst is. Want het is er al. Spannend, ja. Nou, Koert, dank je wel. Dank je wel.